Is gestart. Kaboom. Hallo daar. Geen idee, maar ik had echt super veel geluk dat ik vandaag vrij ben. Ben benieuwd, hoe lang zou de trailer zijn? Dat zal niet heel lang zijn, toch? 3 minuten? Oké. Okay. Ja, voor een trailer? Nee. Ik denk dat het inderdaad niet langer dan 3 minuten is. Wie? Oh, ja. Ja. Gossifleur. Ja. Dat is best wel veel. Wat verwachten jullie vandaag dan? Oeh. Nice. Weet je wat ik stiekem verwacht? Ik verwacht stiekem misschien een nieuwe Evolution. Nou, omdat zo'n in de anime heeft iemand een Eevee. Ja, toch verwacht ik het. Ik ja, oh, nice, ik heb er wel zin in. Oeh, dat zou het beste zijn. Oh. Ah, maar waarom is dat dan? Wat heeft hij gedaan? Ja. Ja, precies. Nice. Hoe kan je verkeerd shuffelen?
Wat? Dat blij. Nou. Ik heb echt zin in. Hoezo? Wat? Leuk. Crash Bandicoot. Weet je wat trouwens raar is, bedenk ik me nu? Waarom première ze trouwens die video niet, die trailer niet? Ja, maar première, dat wordt toch altijd ver van tevoren aangegeven als je geüpload is. Oh ja. Ja, oké, nee, dat willen we niet. Oh. Over die Eevee gesproken. Ik zie alleen maar dingen over Eevees op de op die afgelopen video's. Nu wel. Ja. Oeh, dat is sowieso de beste. De everything type. Nee. Geef maar maar een dragon, Eevee. Ik dragon of steel. Of bug zou ik ook wel vet vinden. Ja. Yep. Ja. Ja. Nee, maar dat is ook geen evolutie. Nou, het idee is meer van wat was special vroeger en daar zijn de. Het is te toevallig dat er nog geen evolution is wat gebaseerd is op een oude physical type, zeg maar.
fighting, yeah. Ik ben Fighting Bug, hot of flots. Nee, de Heracross is de nieuwe mij. Of cooler. Het moet gewoon geen flying normal zijn, dan ben ik al tevreden. Teammate zegt: de Ghost type evolution evolved als je er een steen op gooit. Ja. Dus je moet hem doodmaken. Hey, Munty! Munty is aanwezig. Kaboom! Heel ziek. Dat klopt, ja. 5 minuutings. Ik ook, Munty. Dat denk ik ook, ja. Ik denk echt dat het 3 minuten is. Ik volg jou helemaal. Yep, toen die werd aangekondigd. Ik weet nog dat ik niet kon kijken toen. Dat was echt kut. Ja. Het valt echt te veel op dat ze elke dat die evolutions allemaal besproken zijn in de laatste video's van de Pokémon Company. Of. Ja, als je hiernaar zit te kijken, dan kan dat toch ook bijna niet anders. Dan stop. Wauw. Je doet me pijn. Ja, maar toch doet het me pijn dat je dat durft te insinueren. Ja. Dat is niet helemaal waar. Je had 1, 2 en toen 4 en toen 6. Ik hoop het wel. Ik zou het wel leuk vinden, een nieuwe Evolution. Oh, zou ik niet eens erg vinden. Zou ik niet eens erg vinden. Munty. Het boeit me eigenlijk niet zoveel wat er komt, want ik neem alles gewoon. Ik ga het wel gewoon merken. Ik hoop in ieder geval een nieuwe Pokémon te zien. En wat ik nog vetter zou vinden is een regional variant van een Pokémon. Want daar kik ik op. Dat vind ik altijd vet. Yep. Die serie is trouwens al. Oeh, Murkrow. Die serie is trouwens al klaar met opnemen, hè, Nande? Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Oeh.
Dat zou vet zijn. Orish. Hoe vet zou een Fire Oddish zijn? Ja. Die zou ik wel vet vinden. Ja. Dat vind ik ook, ja. Bij mij ook. Oh. Waarom zie ik hem nog niet? Oh, ja. Waarom zijn er twee? Oh. UK pak ik, yes. Ja. Inderdaad. Wat hadden ze moeten doen met de avatar? Ja. Wow, deze mensen zien er tenminste goed uit. Ah, ze zien er wel goed uit. Wow, wat is dat? Die is cute. Dat gezicht. Dat is de nieuwe Pikachu clone. Yo, echt vet. Wat is dat? Haha, yeah. Nee, dat ziet er niet uit als een Oddish. Wow, critical capture? What? Yeah. Wow, wat? Gadverdamme, wat is dat? Lechonk. Lechonk. Ah. Oh. Colossal. Ja, het is namelijk not actual game footage, dus dan is het. Zou het een druiventros zijn? Oh, het ziet er wel echt goed uit. Ja, het is trouwens geen game footage. Zag wel. Oh, yo. Yo, die is vet. Yo. Ja, fucking vet. Ja. Violet for me. 18 november. Hey, ik had gelijk. Zie. Steel of Evolution. Wat? Wat een cliffhanger. Oké. Ja. Ja. Ik vind wel echt die arts van die professors echt heel vet van de characters. Die Pokémon is cute. Ja, dit is gewoon weer de traditionele Pikachu clone.
Ja, dat had ik ook. Had ik in battle had ik dat ook dat gevoel. Oh, die Toxapex. Nou, dan gaan we even daarvoor bij de Toxapex kijken. Oh. Chishelder confirmed. Tankstation confirmed. Ja, alleen het is dus het is niet meer echt een stadion zoals zoals bij Sword and Shield, zeg maar, want er zijn geen tribunes. Ja, voordat je daar komt. Hier? Ja. De Triforce? Ja, dat weet ik. Evil Team logo. Is het misschien een logo van de generic, of de, hoe noemen ze dat altijd? De Mega Evolution van deze generatie, zeg maar. We kunnen de Japanse trailer ook nog eventjes bekijken. Hij is even lang, dus ik denk niet dat het. Ja, hij is wel langer, die van Japan. Ik vind het wel vet. Oh, de Japanse trailer heeft. Het is exact dezelfde trailer. Alleen die Japanse trailer die heeft er nog een aftiteling. Ik vraag me wel af wat dat laatste stukje met die pokebal moet betekenen. Want dat zal ook wel. Ja. Ja, of dat heeft met de mechanic van deze games te maken. We hebben trouwens nog steeds geen naam van de regio. Nee. Ja. Goed. Nou, dat was de stream in ieder geval. Het was een kort streampje, maar dat was ook de bedoeling. Dit gaat ook weer op YouTube. Dus bedankt voor het kijken als je dit op YouTube ziet. En dan zie ik u graag bij de volgende stream weer. Doei.